We hebben verder gekeken naar uitgaven, het uitgavenpatroon binnen de overheid. Daar zijn wat dingen uit komen rollen. We gaan, er is door de regering, laat me dat ook zeggen, er is door de regering per 3 mei een aannamestop afgekondigd. Geen aanname van ambtenaren meer voor de rest van het jaar. Serieus? Serieus. Serieus. Aannamestop voor de rest van het jaar. Compliment hoor. om ervoor te zorgen dat het in de hand blijft. We hebben gekeken naar de kosten voor dienstreizen. Ja, dat is ook een goeie. Oké, maar ik ga je shocken. Serieus? Gaat het ook voor de president? 10 miljoen SRD voor 3 maanden. Dat valt best mee. 3,5 miljoen per maand. Wat waren de telefoonkosten per maand? 1 miljoen Amerikaanse dollar per maand. Wat? 10 maal dat van dienstreizen. We bellen. Onze telecomkosten zijn 10 maal de dienstreiskosten van het ambtelijk ambt. Maar minister, u weet toch dat onze telecomkosten en internetkosten een van de hoogste is in de wereld. Dus, maar hoe minister, hoe komt het dat die telefoonkosten zo hoog zijn? Dus we hebben binnen de regering afgesproken. We gaan hier serieus naar kijken, omdat het onkan is.